STOWA, regionale waterkeringen, 2022, veiligheidsbenadering, kadering 103. We zijn hier op kantoor Rotterdam van Witteveen en Bos, waar we onderzoek hebben gedaan naar de veiligheidsbenadering voor kadering 103. Een 48 kilometer lange regionale waterkering in Friesland, beheer bij Wetterschip Friesland. Het gebied zelf is al van oudsher veengebied, dus dit is echt een van de oude veenpolders binnen Friesland. Onderdeel van het project Normering Regionale Waterkeringen is dat we willen kijken of er nieuwe veiligheidsbenaderingen mogelijk zijn voor regionale waterkeringen, die wat meer aansluiten bij de huidige overstromingskansbenadering die we voor primaire waterkeringen hanteren. Voorheen gebruikten we de overschrijdingskansmethode om aan te tonen dat de dijk voldeed aan de vereiste basisveiligheid die nodig is in dat gebied. Nu willen we naar een nieuwe normering gaan kijken die meer gericht is op overstromingskansbenaderingen. Ook wel om diezelfde basisveiligheid aan te tonen die het gebied heeft, of die het gebied dient te hebben. Dus de verschillende methodes kijken echt naar een nieuwe rekentechniek om eenzelfde basisveiligheid te kunnen aantonen. Wat er nu eigenlijk nieuw is aan de analyse die wij hebben uitgevoerd voor deze pilot, is dat we zowel verschillende breslocaties hebben bekeken om te kijken of dat effect heeft op de optredende schade, als de schade over tijd in kaart gebracht, om te kijken of die schade met behulp van systeemmaatregelen kan worden gereduceerd. Concreet hebben we gekeken naar de mogelijkheid tot compartimentering als gevolg van verschillende breslocaties en naar het compartimenteren van watergangen in dit gebied om zo je watersysteem te compartimenteren. Daarnaast hebben we gekeken naar de schadeontwikkeling over tijd om te kijken of het ingrijpen op tijd kan om zodoende je bres of je instroming te reduceren. En eigenlijk hebben we van alle drie die opties geconcludeerd dat het mogelijk is, maar niet direct kostenefficiënt in vergelijking met het ophogen van een waterkering. En dat komt eigenlijk door twee redenen. Ten eerste zijn de waterkeringen in dit gebied relatief makkelijk op te hogen. Dat wil zeggen, ze liggen in landelijk gebied. Er is vaak veel ruimte om een taluutvervlauwing toe te passen of een kruinverhoging. Dus dat betekent dat de relatieve kosten van een dijkversterking laag zijn. En de kosten van een waterkerend kunstwerk, een compartimenteringswerk of van een ander beheer- en onderhoudsregime van de wegen in het gebied, die zijn natuurlijk relatief duur ten opzichte van zo'n dijkversterking. Dus we zien eigenlijk dat voor veel van die systeemmaatregelen concreet voor dit gebied niet direct aanleiding is om naar een ander waterkeringsregime te gaan. Maar wat we ook hebben aangetoond is dat het wel degelijk een goede en een hele werkbare manier is om dergelijke analyses op te stellen. En door de pilot in dit gebied hebben we daar een werkwijze voor opgesteld.